Universiteit van Nederland. Ik heb hier een potje oorsmeer. En ik heb hier een potje urine. De meeste mensen vinden dat heel vies. Maar ik zou zeggen, we zouden de lichaamssappen wel wat meer mogen waarderen. Oorsmeer, zweet, speeksel, pis. Gadverdamme. Ons lichaam produceert een scala aan lichaamssappen die we als onsmakelijk zien. Maar medisch historicus Ruben Verwaal van het Erasmus MC kijkt daar heel anders naar. Je zou misschien niet denken, maar onze lichaamssappen hebben echt heel veel handige eigenschappen. Wist je dat oorsmeer antibacterieel is en dat urine werd gebruikt om wol mee te wassen? Urine was vroeger zelfs zo belangrijk dat we kunnen spreken over een gouden eeuw van pis. Volgens Ruben is het dan ook ontzettend jammer dat mensen tegenwoordig walgen van hun eigen vloeistoffen. Dus we hebben tranen, snot, speeksel, oorsmeer. Bloed blijft over het algemeen binnen, maar hè, als je wondjes hebt, komt het ook naar buiten. Dan hebben we zweet, urine, menstruatiebloed, sperma. Heel veel van die sappen die zijn heel belangrijk voor de gezonde werking van het lichaam. Maar op het moment dat ze naar buiten komen, dan vinden we het vies en dan heerst er een taboe op. En dat vind ik eigenlijk jammer. Als ik nu hier onder mijn oksel van die grote zweetvlekken zou hebben, dan zou je denken van, nou, gatsidari. Dat staat niet zo netjes. Maar vroeger, in het antieke Griekenland, daar hebben we de beroemde sporters, de Olympiërs, die op de atletiekbaan enorme goede prestaties neerzetten. En dat zweet werd vervolgens met een strigeel, dat is een soort metaal voorwerp, werd het van het huid afgeschraapt. En dat werd gebotteld in kleine flesjes. En dan had je echt de essentie van die sporter had je dan in bezit. En die kon dan gebruikt worden als je ziek was, dan zou dat geneeskrachtig zijn. Ruben heeft nog veel meer fascinerende voorwerpen die iets vertellen over het bijzondere gebruik van lichaamssappen door de eeuwen heen. In het depot van het Erasmus MC kan hij ons daarvan alles over laten zien. Welkom in het depot, het erfgoeddepot van het Erasmus. Je ziet hier kasten vol met duizenden objecten uit de geschiedenis van het Erasmus MC. Oh, deze is misschien wel heel erg mooi. Dit is een hele grote schaal. Dit noemen we een aderlaatbekken. En deze schaal werd gebruikt voor aderlaten. Een patiënt is ziek, die heeft pijn. Of die wil gewoon uit voorzorg behandeld worden om niet ziek te worden. En ideeën uit de middeleeuwen waren dat als jij te veel afvalstof in je lichaam houdt, die moeten eruit. En één manier daarvoor was aderlaten. Dus men hield dan de aderlaatbekken tegen de arm. De chirurgijn maakte met zijn lancet een insnede en dan stroomde het bloed hier het schaaltje in. En in sommige gevallen zelfs zoveel dat de patiënt flauw viel. En nou, dan was het dus in zekere zin wel effectief geweest. Want heel eventjes heeft de patiënt geen pijn meer. Die pijn komt alleen maar nog keiharder terug als de patiënt erbij komt. Maar goed, dat is een probleem van later. Zo vertelt elk voorwerp in de verzameling van Ruben een verhaal uit het verleden. Hier heb ik een oorlepeltje. En waar worden die voor gebruikt? Als jij heel veel oorsmeer had, om eruit te lepelen. Oorlepeltjes had men vroeger echt gewoon in standaard in je handtas of aan je sleutelbos. We zien ook oorlepeltjes in de textielnijverheid of gewoon in het huishouden. Mensen die maken hun eigen kleren, gebruiken daar naald en draad voor. En maar bij die naalden zie je ook dat er soms een lepeltje aan de uiteinde zit. En dan denk je, waarom is dat dan? Nou, inderdaad, omdat het draad door het oog van de naald krijgen kan heel moeilijk zijn. Maar als jij een beetje oorsmeer met het oorlepeltje uit je oor haalt, dan kan je het uiteinde van de draad vet maken. En dan is het veel makkelijker om het draad door het oog van de naald te krijgen. Onze lichaamssappen hebben dus onverwachte voordelen en zijn verre van vies. En voor Ruben gaat zijn onderzoek verder dan de boeken en voorwerpen. Hij wil de krachten van oorsmeer van dichtbij bestuderen. En in dit potje zit wat water en in dat water drijft allemaal, ja, wat zijn het, geel-bruine stukjes. En dat is dus oorsmeer. En niemand mag weten dat dit van je vader is? Ja, natuurlijk wel, anders had hij niet gegeven. Dat potje oorsmeer van zijn vader is voor Ruben fascinerend onderzoeksmateriaal. Om te analyseren en te vergelijken met hoe artsen in het verleden hebben geschreven over oorsmeer. Dat het heel erg wasachtig is, dat het niet oplost in water. En dat zien we dus nu ook. Het dwarrelt gewoon in het water. De meeste mensen vinden oorsmeer dus heel vies. En dat snap ik ook wel. Maar
Oorsmeer ontdekte men al in de jaren 80 van de vorige eeuw. Oorsmeer is antibacterieel. De oorinfecties kunnen voorkomen worden als je maar genoeg oorsmeer zou hebben. En dat hebben ze onderzocht door bijvoorbeeld 5 vrijwilligers. Die hadden allemaal hun oorsmeer verzameld. Hadden ze in een potje gedaan. En vervolgens hadden ze er de meest voorkomende bacteriën die bestaan erbij te doen. E. coli bacterie bijvoorbeeld. En ruim 90% van de bacteriën werden gedood door het oorsmeer. Volgende keer als je over nadenkt van, oh, ik heb opeens een schaafwond, maar ik heb mijn jodium of iets anders vergeten om de schoon te desinfecteren. Peuter dan even in je oor, smeer het oorsmeer eroverheen en dan worden ook alle bacteriën gedood. Oorsmeer lijkt dus misschien vies, maar het is dus eigenlijk hartstikke schoon. En dat geldt ook voor urine, bloed, zweet. Maar waarom voelen we ons er dan zo ongemakkelijk bij? In de 19e eeuw zien we een groot keerpunt waarin men steeds negatiever naar de lichaamssap is gaan kijken. Dat heeft in principe verschillende factoren die daar aan ten grondslag liggen. Enerzijds komt dat door de ontdekking van bacteriën. Met de microscoop konden we voor het eerst bacteriën zien. We zagen heel veel bacteriën in de vloeistoffen. Dus we zijn toen heel veel vloeistof als ziekteverwekker gaan zien. Deze plank heb ik een sputumbakje of een kwispedoor. Dat is een mooi voorbeeld van hoe het vroeger heel normaal was om te spugen. Als je te veel speeksel in je mond had, een fluim of een roggel, hup, spuug lekker en plein publiek hier in dit mooie sputumbakje. Dit stond bijvoorbeeld gewoon op tafel als onderdeel van je servies. Een mooi vaasje met een grote opening, zodat ook als je er een klein beetje naast spuugt, het alsnog zo langzaam erin kan druipen. Dat spugen gebeurde niet alleen aan tafel, maar overal. Op straat, in de tram, in allerlei openbare ruimtes. En dat verandert eind 19e eeuw. In de 19e eeuw komen verschillende ziektes zoals tuberculose op. Weten we nu van dat een bacteriële ziekte is die vooral in je longen zit. Ontstaat heel veel slijm, dus je bent continu aan het roggelen. En men was heel bang dat dat kon verspreiden door het speeksel. Dus men verbood mensen overal in het openbaar te spugen. Dat men overal in de trams en in treinen en in postkantoren bordjes ophingen met verboden te spuwen. Speeksel werd verbannen en iets om je voor te schamen. Maar eerlijk is eerlijk, zonder speeksel zouden veel dingen niet zo makkelijk gaan. Wat ik vaak tegen studenten zeg, jullie hebben toch ook afgelopen weekend speeksel uitgewisseld tijdens het zoenen. Zonder speeksel kan je dat niet doen. Dus waardeer ook het spuug van elkaar. En we zouden ook wel wat minder moeilijk mogen doen over al die andere lichaamssappen die we linken aan seksualiteit. Juist. Seks en seksualiteit in het algemeen is in veel culturen taboe. Dus daar praten we het niet over. En vloeistoffen die kunnen worden geassocieerd met seksualiteit. En dat kan zijn inderdaad bij sperma en menstruatie. Dat is logisch dat we dat relateren. Maar eigenlijk alle soorten vloeistoffen worden gerelateerd, als je erover nadenkt, aan seksualiteit. Dus zelfs iets heel onschuldigs als moedermelk, wat gewoon puur bedoeld is voor de voeding van kinderen, worden geassocieerd met een ontblote borst. En dat is dan alweer gelijk seksueel getint. En dan is er nog een laatste reden die het de lichaamssappen moeilijk maken. Voor elke vloeistof hebben we een plekje bedacht. En als het op een andere plek opduikt, dan is het vies. Antropoloog Mary Douglas noemt dat matter out of place. En een voorbeeld daarvan is urine. Als je op de wc zit, is dat prima. Als iemand in de treincoupé spontaan gaat plassen, dan is het matter out of place en vinden we het ongehoord en vies. In de tijd voor de rioleringen was het helemaal niet raar dat mensen overal poepten en plasten. Kijk maar naar verschillende kunstwerken. Dan zie je altijd wel in de hoek een hond of een meneer die aan het plassen is. En we zien dat de urine letterlijk uit het straatbeeld verdwijnt door de introductie van rioleringen. Maar niet uit het straatbeeld van onze wetenschapper. Ruben neemt al bijna 10 jaar zijn eigen potje met urine overal mee naartoe. Ja, urine is fascinerend, want de urine heeft een superrijke geschiedenis in onze maatschappij. En dat gaat al eeuwen terug. Dat begint al bij de zogenaamde piskijkers. Dus in de geneeskunde dacht men van ja, we kunnen nog niet in het lichaam kijken, maar de patiënt lijdt ergens aan. Maar misschien kunnen we erachter komen door te kijken wat er uit het lichaam stroomt. En dat is natuurlijk pis. Piskijkers die hadden dan verschillende matula's. Dat is een object van glas. De vorm van de blaas, zodat de urine zoveel mogelijk in de natuurlijke omgeving is. Men hield dan de matula gevuld met jouw urine tegen het licht, om goed de kleuren te kunnen onderscheiden. Men hield de urine bij onder hun neus, om even goed te ruiken. Want, of dat misschien al hints geeft waar, wat voor ziekte jij zou hebben.
En als dat ook niet het antwoord gaf, dan konden ze hun vinger erin doen of even slikken, even proeven. En in sommige gevallen gaf dat inderdaad heel waardevolle kennis. Bijvoorbeeld als jouw urine heel zoet was, dan duidde dat dat jij last had van diabetes. Dat wist men al, had men in de middeleeuwen ontdekt. En dat is een wijsheid die dus nog steeds geldig is. Maar niet alleen in de geneeskunde was urine heel nuttig. Ook in de textielnijverheid bijvoorbeeld werd die urine heel veel gebruikt om wol te wassen. Als je urine in een potje doet en je bewaart het in een kruik bijvoorbeeld en het laat het langzaam rotten, fermenteren, dan ontstaat ammoniak. En ammoniak is een schoonmaakmiddel, een oplosmiddel. Ook de landbouw. We hebben tegenwoordig heel veel mest in overvloed. Maar ook menselijke mest werd gebruikt. Vooral ook urine. Veiden heel veel boeren toen de tijd. Ik spreek nu over eind 18e eeuw. Die zeiden van ja, gewone mest, dat blijft op het land liggen. Maar urine, dat gaat drenkt echt door in de grond. Dus wat dat betreft is ook heel goed om gewoon wild te plassen, hè, in de natuur, op het platteland. Dat urine zorgt ervoor dat alle groentes en andere landbouwproducten weer kunnen groeien. En dus we zien in heel veel industrieën, in de geneeskunde, in de landbouw, in de textielnijverheid, werd urine heel veel gebruikt. We spraken daarom ook wel eens van de Gouden Eeuw, de eeuw van pis. En dit gouden mensenwater heeft helaas status verloren in de moderne tijd. Dat urine zijn gouden status heeft verloren, heeft het naast de associaties met ziektes, seksualiteit en de matter out of place theorie ook te danken aan de vele ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied. Urine werd gebruikt als schoonmaakmiddel, maar in de 19e eeuw zagen we opkomst van groene zeep. Maar ook voor moedermelk maakte men voor het eerst poedermelk. En zo zie je dus dat steeds meer toepassingen met de vloeistoffen werden vervangen door nieuwe mogelijkheden vanuit de scheikunde bijvoorbeeld. En dat heeft natuurlijk heel veel goeds gebracht, maar met als onbedoeld effect het stigma of het taboe op de vloeistoffen. En ja, dat is eigenlijk de situatie tot de dag van vandaag. Wat er wel een klein beetje verandering in lijkt te komen. En er zijn onderzoekers die we onderzoek doen naar kunnen we urine gebruiken in het bewateren van planten. Enige angst is bij het gebruik van urine vandaag de dag is dat er misschien nog medicijnresten te vinden zijn in urine. En we willen niet dat dat weer in jouw eten komt. Dus dat onderzoek loopt nog. Maar de eerste aanwijzingen zijn dat als men al resten vindt, dan zijn die in zulke minuscule percentages dat het eigenlijk verwaarloosbaar is. En zo lijken vloeistoffen wellicht hun comeback te maken. Dankjewel Ruben voor al je sappige verhalen. En voor jou, beste luisteraar, vergeet niet, een druppeltje oorsmeer doet wonderen. En een beetje liefde voor je vloeistoffen maakt het leven net iets minder droog. Thanks voor het luisteren en tot de volgende!